In een open brief aan premier Mark Rutte geeft Ankie Straathoff, inwoner van Veen, aan wat haar zorgen zijn rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in de regio Altena. In die brief doe ik eigenlijk een oproep aan Mark Rutte om landelijk na te denken over wat de kaders en de beleidsregels zouden moeten zijn ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten. Omdat ik het ontzettend triest vind dat we daar nu geen goede oplossingen vinden en dat de regering ze eigenlijk heel stil houdt op dit gebied en het allemaal schuift naar gemeentes die daar niet altijd de oplossingen voor kunnen bieden. Vindt u dat de gemeente daar meer aan moet doen of is het echt iets voor het Rijk? Ik denk dat als ik kijk naar de gemeentes dat ze ontzettend hun best doen om hier oplossingen voor te vinden. Maar het is natuurlijk een moeilijke problematiek, dus het oplossingen vinden is niet makkelijk. En wat je merkt is dat er vanuit het Rijk ook niet duidelijke kaders zijn afgesproken waar je over na moet denken. En het probleem is wel dat deze mensen zijn hoppen van de ene locatie naar de andere locatie. Of de ondernemers zijn van de ene plek naar de andere plek bezig. Dus je kunt het eigenlijk heel moeilijk solitair als gemeente oplossen. Dus er is wat meer duidelijkheid nodig om daar goed over na te denken. Nu heeft de gemeente natuurlijk al wat dingen laten weten, ook op de bijeenkomsten. Wat is daar uitgekomen? Daar is uitgekomen dat wij dus in ieder geval in Altena een breed panel gaan oprichten met allerlei soorten mensen. Dus mensen die hier huisvestingen regelen, mensen die hier werkgever of opdrachtgever zijn, mensen die hier wonen zelf en hopelijk ook arbeidsmigranten. Zodat we gezamenlijk naar deze problematiek kijken en kijken van hoe kunnen we het nu zo doen dat we eigenlijk hand in hand dit gaan oplossen. Dat is er uitgekomen en tot die tijd, totdat het beleid er is, gaan er eigenlijk geen vergunningen nu goedgekeurd worden in Aalburg, in ieder geval zeker niet, op basis van casuïstiek. En dat is denk ik het allerbeste voor de mensen die er nu mee spelen, zoals in de Veldstraat waar dit speelt. Dat die weten van oké, eerst een goed beleid, daar kunnen we over meepraten en dan pas gaan we de vergunningen opnieuw bekijken. Wat voor antwoord verwacht u van Mark Rutte? Ja, ik weet eigenlijk niet of hij de kranten en de social gaat lezen. Dus ik hoop dat hij antwoord gaat geven. Maar als hij het gaat doen, dan ga ik ervan uit dat hij zegt... Hey, we moeten inderdaad zowel voor de ondernemers als voor de mensen inwoners in Nederland... als voor de arbeidsmigranten hier goed over nadenken. Het kan niet zo zijn dat we niet weten hoeveel mensen hier op dit moment zijn... en hoe deze mensen gehuisvest zijn. En dat we eigenlijk zeggen, je mag binnenkomen, kan me eigenlijk niet schelen wat er met je gebeurt. Dat past niet bij, volgens mij, Mark en zeker niet bij onze regering.